De Bond van Leraren heeft gistermiddag een protestactie gehouden waarbij de ingang van het universiteitscomplex geheel was gebarricadeerd. Hierdoor hadden bezoekers geen toegang tot het terrein. Met deze actie protesteert de BVL tegen het voornemen van de regering om het EOL per 1 oktober te incorporeren in de Anton de Kom Universiteit. Dit besluit is volgens de BVL onvoldoende voorbereid. Vooral de uitspraak van onderwijsminister Lilian Ferrier dat het besluit tot samenvoeging in geen geval wordt gewijzigd, is niet in goede aarde gevallen bij de bond. BVL-voorzitter Wilgo Valies zegt dat zijn organisatie niet tegen verandering is. Hij benadrukt echter dat dit een ondoordacht besluit is, omdat er geen onderzoek aan dit proces is voorafgegaan. We kunnen niet zomaar op een blauwe maandag beslissen dat we gaan beginnen met een universitaire leraar. We moeten eerst een onderzoek, moet daaraan vooraf gaan. En dat is beslist niet gebeurd in ons in dit geval. Geen enkel formeel onderzoek is daaraan vooraf gegaan om te kijken of als dat voorstel of dat idee feasible is. Daar moeten we terdege rekening mee houden. Dat is niet gebeurd. Dus hoe ga je nou met de beste wil... Hoe ga je dan op zo'n manier beginnen met een nieuwe opleiding? En dan ga je een opleiding als het IOL, dat al 40 jaar bestaat. Het IOL heeft daar bestaansrecht bewezen de afgelopen jaren. Ze hebben goede resultaten gehaald in de afgelopen periode. Dus je kan niet zomaar gaan zeggen, je gaat dat ding zeg maar stopzetten. Dat kan niet. Valies maakt zich ook zorgen om de rechtspositie van het personeel van het IOL. Hij zegt dat er geen goede afspraken zijn gemaakt daarover. Wanneer het gaat om zo'n ingrijpende operatie, gaan we alles moeten vastleggen. Want we moeten niet komen aan de bestaanszekerheid van onze werkers. Het ondersteunend personeel van het IOL weet van niets. Wat gaat er met hun gebeuren? Dus je moet alles in kaart brengen, want het gaat erom dat een instituut straks niet meer bestaat. Waar gaan de werkers naartoe? En het gevaar is ook aanwezig dat als je gaat en niets is geregeld, dat die nieuwe werkgever kan gewoon zeggen van, hey, meneer Valies, we hebben je niet meer nodig. En dan zit je op straat. Dus wij willen garanties ook hebben. Dus niet met een gewone gebrabbel. Toch, er is niets aan de hand met de rechtpositie. Nee, we moeten dat vastleggen, zodat de werkers toch met motivatie die stap maken. Want je gaat toch niet een stap maken om in een zwembad te springen en je weet niet zeker als er water daar is. Tot zover BVL-voorzitter Wilgo Valies over de acties op het universiteitscomplex. Hij benadrukt dat de acties doorgaan totdat minister Ferrier meer duidelijkheid geeft over het incorporeren van het IOL in de Anton de Kom Universiteit.